Wij gaan vandaag als moordenaar spelen. We moeten verschillende mensen doodmaken en daar krijgen we geld voor. Hier in GTA 5. Ik heb afgesproken met deze meneer met een wapen in zijn hand. Oké, eng. Hallo meneer, ik had met u afgesproken. Welke personen moet ik gaan vermoorden? Deze persoon en deze persoon moet jij weten te vermoorden. Daar krijg je geld voor. Nou, het lijkt me logisch. Kort maar krachtig. Dat gaan we gewoon doen. Let's go. Ik ga deze motorrij pakken, want deze is namelijk enorm snel. En let's go, daar gaan we. Ik geef deze PlayStation 5 weg. Het enige wat je daarvoor hoeft te doen is like deze video, abonneer en volg mij op Instagram. @Kevin_Cuperus. Het linkje van mijn Instagram staat hier ook onder in de video. En dan maak jij kans op deze PlayStation 5. Ik heb de locaties gekregen van de personen en we gaan naar die locaties toe. En we gaan kijken of we ze dan kunnen vinden en uiteindelijk kunnen elimineren. Dit is wel een hele vette motor trouwens, wow, yo. Oké, dit is de eerste locatie waar wij een persoon moeten gaan vermoorden. Alleen één probleempje. Er staan hier heel veel beveiligers met heel veel dikke wapens, wow, yo. Maar zo te zien bij die gele auto en bij die blauwe auto, de Ferrari, daar staat de persoon die we moeten vermoorden. Die daar, met zijn gouden ketting. Maar hoe in vredesnaam gaan we dat op een goede manier doen? Want het is overdag. Dit keer, dus we moeten er wel echt om denken. Kijk, hier staan ook mensen met dikke wapens. Ja, de straat is afgezet. Hoe gaan we dat doen? Misschien dat we op de gebouwen kunnen klimmen. Dat is misschien slim. Oké, we zetten onze motor hier. Zet hem hier neer. We zijn trouwens een personage uit een game, namelijk Hitman. Want we zijn vandaag ook een moordenaar, dus dat komt mooi uit. Zitten we mooi in pak. Hier een moordenaar. Oké, we moeten hier op zien te klimmen. Dat moet wel lukken. Oké, ik ben hier op het gebouw en ik heb mijn rode sniper gepakt. Dit is niet zomaar een sniper. Dit wapen is enorm sterk en heel lang. En dit wapen heeft een suppressor. Oftewel, als ik schiet, dan hoor je het namelijk bijna niet. Dus ik kan heel makkelijk mensen gaan elimineren. Oftewel vermoorden, waar ik geld voor krijg. Oké, hier hebben we die twee personen. Is dit een handige plek waar ik nu sta? Ja, want kijk eens eventjes. Daar staat ook een persoon met een wapen. Met de gele en de blauwe Ferrari. Maar dat is de persoon die we moeten doodmaken. Ga ik gewoon de persoon gelijk neerschieten of ga ik eerst hun neerschieten? Wat is handig? Dat gaan we gewoon doen. We schieten die neer, we schieten die neer en we schieten die neer. Oh, daar werd ook al geschoten. Oh, daar werd daar inderdaad geschoten. En hoppatee, we hebben de persoon neer die we moesten neerschieten. Goed zo, dan schieten we gewoon nog een keertje. Een paar keer, zodat we zeker weten dat die neer is, want daar krijgen we geld voor. En even kijken, hier staan ook beveiligers ergens. Oh, daar. Inderdaad, oh, ze bewegen ook al. Er werd trouwens ook al geschoten, dus ik moet echt opletten. Zometeen komt de politie sowieso. Maar er werd al geschoten, dus ik kan ook gewoon een granaat beter gooien. Kijk, hoppa, granaatje, 3, 2, 1 en bam. Opgelost. Oké, we moeten nu zo snel mogelijk wegwezen naar onze motor, want onze missie is geslaagd. Let's go. Woe! Oh! Au. Dat was niet de bedoeling. Go, 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 op de motor. Go, 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 go. En onze eerste missie is geslaagd. Oftewel, we hebben onze eerste vermoord. En daar krijgen we geld voor. Oh, oh shit, politie achter mij. Shit, shit, shit. Oké, snel wegwezen hier. Ik heb gelukkig geen politie achter me aangekregen, omdat ze me niet hebben kunnen vinden. En gelukkig, ik ben al snel weg. Want deze motor is echt ziek snel. Er komen gewoon letterlijk vlammen uit het ding gewoon. Wow, yo. Oh, heel gaaf. En dan gaan we gewoon hier tussendoor, want daarom heb ik ook een motor uitgekozen natuurlijk. Want dan kan je heel makkelijk ontsnappen. En dan helemaal als je eventjes dit laat exploderen. 3, 2, 1 en oh, ik laat me bijna zelf exploderen, maakt maar niet uit. Bam en hoppa en we zijn weg. Hoppa. We gaan nu naar de volgende persoon toe en volgens mij heeft hij zijn vrouw vermoord. En daarom moeten wij hem doden. Het goed is, moeten we ergens hier wezen. Ergens een gebouw hier en daar moet hij zich bevinden. Ah, dat gebouw daar. Dus die moeten we beklimmen. Of nee, wacht eens eventjes. Is het nou dit gebouw of dat gebouw? Dat gebouw volgens mij. Dat is de locatie. Oké, daar moeten we zijn. Ja, daar moeten we zijn. Volgens mij zie ik hem al. Volgens mij. Oh! Hopelijk heeft hij dat niet gezien trouwens. Wow, yo. Oké. Ja, daar staat hij volgens mij. Inderdaad, ik zie hem. Hij staat op het randje. Oké, dat wordt makkelijk voor ons. Wat is er gebeurd met deze auto van hem? Volgens mij is dit zijn auto, maar hij heeft zijn auto verkeerd geparkeerd. Hoe kunnen we op dit gebouw klimmen? Ah, kijk hier. Mensen die hier zitten hun lunch te eten. Ik zou, als ik jou was, hier wegblijven. Want als het goed is, zien jullie hier zometeen iemand naar beneden vallen in het water. Maar goed, maakt niet uit. Blijf anders kijken. Het enige nadeel is wel dat je een conditie moet hebben als je een moordenaar bent. Of een, ja, een huurmoordenaar noemen ze dat. Omdat je natuurlijk dan geld voor de moord krijgt. Alleen, hoe komen we eigenlijk hier omhoog nu weer? Ah, hier komen we omhoog. Hij staat aan die kant. Dus als we slim zijn, gaan we deze kant omhoog. Want anders staan we gewoon gelijk in zijn gezicht. En dan knalt hij ons neer voordat wij überhaupt tijd hebben om hem neer te knallen. Oké, we moeten hier omhoog met het trappetje. Trappetje omhoog en oké. Waarom wil dat niet? Ik moet met het trappetje omhoog. Oké, we komen er wel. Oké, en we zijn er. En oké, hij staat inderdaad daar. Even kijken met de sniper, want dan kunnen we inzoomen. Hij heeft inderdaad een wapenbeet. Hij heeft een wapenbeet, dus we moeten echt heel gaan opletten. Hij heeft een wapenbeet, dus hij mag ons niet doorhebben. En inderdaad, zijn vrouw ligt hier dood volgens mij, inderdaad. Dus hij heeft inderdaad zijn vrouw neergeschoten hier.
Oké, we gaan heel zachtjes naar hem toe. Heel zachtjes gaan we naar hem toe. Heel zachtjes, want we moeten deze persoon gewoon vermoorden. Zo simpel is het. Maar misschien dat we dit wel op een leuke, gekke manier kunnen doen. We pakken onze vuist en we gooien hem gewoon van het gebouw af. 3, 2, 1. Bam! Hoppa! Later! Oh! Hij is letterlijk gevallen. Alleen... Oh! Een parachute! Moet een parachute uit... Oké. Wij zijn nu ook dood, maar hij is ook dood. Dus op zich, weet je, maakt niet uit. Het voordeel van mij is dat ik weer respawn. Het voordeel van hem is dat hij niet meer respawnt. Dus ik krijg alsnog mijn geld. Ka-ting. En inderdaad, hij ligt nog steeds op de grond. Dus hij is zeer zeker neer. Haha, we hebben weer geld erbij. Hallo persoon, u heeft het niet gezien allemaal, hè? Nee, inderdaad, goed zo. 3, 2, in het water, ja. Oh, oh, ik mis. Ja, later. Er zijn geen mensen die het hebben gezien, want dan zou je dus Sjaak natuurlijk. Oh, hij leeft nog. Daar kunnen we wel verandering brengen, want anders dan heeft hij het namelijk gezien. Hoppa. Het voelt echt heel slecht, maar ja, het is maar een GTA 5. Haha. Op naar de volgende. Woehoe. We zijn lekker bezig. We hebben gewoon al bijna alle neer gewoon. Dat gaat heel goed. We zijn gewoon als moordenaar echt goed bezig. We zijn gewoon de beste. Maar voor volgende moord moeten we wachten tot het avond is, want dan pas komt hij tevoorschijn. Vergeet zeker niet even te liken en te abonneren. Abonneren is namelijk helemaal gratis en liken trouwens ook. Dus waar wacht je op? We gaan naar die 150.000 abonnees. Het is nog een grote stap, maar met jouw abonnee komt het veel sneller. En vergeet zeker niet even mee te doen met de giveaway van de PlayStation 5. Het enige wat je daarvoor hoeft te doen is mijn Instagram te volgen in het linkje in de beschrijving. En dit is ook mijn naam, Kevin_Cuperus. Volg me zeker even. Het is een privé Instagram account. Maar als jij mij volgt, dan doe je mee met de PlayStation 5 giveaway. En hij wordt binnenkort bekendgemaakt. Jazeker, dus wees snel. Oké, dit vliegtuig is voor ons speciaal klaargezet voor deze missie. We stappen namelijk in naar onze eindmissie. Het begint ook al avond te worden, dus dat is alleen maar mooi. Als het goed is, moet hij er dus nu ook zijn. Wat wij gaan doen is best wel iets lastigs. Wij gaan namelijk met onze parachute zometeen proberen ergens te landen. En dan gaan we gewoon nu naartoe. Let's go. We moeten natuurlijk wel hoog in de lucht blijven, want we gaan namelijk naar de Maze Bank eerst. Ja, we gaan naar de Maze Bank. Daar moeten we landen. En op een ander gebouw, als het goed is, het gebouw wat under construction is, wat ze nog steeds aan het verbouwen zijn, waar wij nu boven vliegen, daar moet, als het goed is, hij zijn. Dus nu parachute uit en nu moeten we landen op de Maze Bank en daar moeten we daarna naartoe. Want als het goed is, moet hij er dan zijn. En hoppa, we zijn geland. Wel stom, maar we zijn geland. Beetje bloed, maar daar maakt niet uit. We moeten goed gaan kijken, want dit wordt interessant. Dit wordt spannend. Want op dit gebouw staan namelijk heel veel beveiligers. En die beveiligers bewaken namelijk de persoon die ik moet vermoorden. Dus als we slim zijn, gaan we eerst de beveiligers neerschieten. Want hierachter staat namelijk de persoon die we moeten vermoorden. En deze persoon... Kijk, daar staat er ook nog eentje. Kijk, deze persoon staat mooi uit het zicht. En we hebben een suppressor op de snipers. 3, 2, 1 en bam. Hoppa, die is neer. Goed zo. Eén beveiliger neer. Daar staat nog een beveiliger. En daar... Daar staat een beveiliger. Die schieten we ook neer. En die valt naar beneden. Ja, ja, kijk. Die valt helemaal naar beneden. Oh, dat was lullig. En daar staat ook een beveiliger. Maar ik heb geen idee of hun dat gaan zien. Dus we gaan daar gewoon eerst naartoe springen. Kunnen we hem altijd nog neerschieten. Daar gaan we. Let's go. Parachute uit. Daar gaan we. Het was eigenlijk ook een idee om op de kraan te komen. Maar ja, dat valt best wel erg op. Want ja... daarboven valt het wat minder op dan hier, zeg maar. Dus hier landen we. 3, 2, 1. En we landen. Oh, niet zo'n hele soepele landing. Maar die beveiliger is inderdaad neer. Goed zo. En die ook. Die is er vanaf gevallen. Moeten er even om denken. Want we hebben nu natuurlijk een sniper met suppressor. Maar op zich is dat van deze afstand niet heel erg nodig. Oké, we hebben nu een wapen gepakt met een suppressor. Dus we kunnen deze persoon ook gewoon neerschakelen. Maar we gaan even heel rustig hier naartoe om even om de hoek te kijken. Oké, hier staan inderdaad veel beveiligers. En daar staat de persoon die we moeten vermoorden. Maar eerst laten we de beveiligers neerschakelen. Goed zo. Oké, we gaan heel sneaky naar beneden. Voordat ze ons zien. Okay, deze beveiliger is neer. We pakken zijn wapen op. Goed zo. Okay, daar staat de beveiliger. Okay, we gaan heel sneaky naar beneden. Heel sneaky. Goed zo, goed zo, goed zo. Hier. Hier kunnen we even herladen. Oké, okay, daar staat hij. Maar als ik hem neerknal, dan ben ik sowieso de Sjaak. Dus wat doen we? We knallen hem neer. Goed zo. We knallen gewoon zoveel mogelijk beveiligers neer. Want dat scheelt ons weer gedoe. Die beveiligers kijken naar rechts en links. Dat wordt niet gezien. En deze twee personen staan op een plek waar de persoon in het blauw hem niet ziet. En die persoon in het... Daar, die ziet het ook niet. Dus die en die knallen we neer. Goed zo, dat gaat goed. Ja, die kunnen we niet neerknallen. Die ook niet en die ook niet en die ook niet. Want anders dan is het sowieso zijn we de Sjaak. Dus wat gaan we doen? Ik weet misschien wel iets moois. Nee, ik wil het op een leuke manier doen. We gaan gewoon hier even naar beneden, want dit valt het minst op. Ja, we vallen wel, maar het is even niet anders. Oké, we gaan hier naartoe. We gaan hier ons verstoppen. Goed zo, goed zo, goed zo, goed zo. Oké, dan gaan we hier naartoe. Goed zo. Oké, we hebben ook een suppressor voor dit wapen. Dus we gaan heel sneaky... Hier naartoe. Die schakelen we ook uit. En even denken. Nu moeten we gewoon echt vol gas gaan. Daar gaan we, daar gaan we. 3, 2, bam. Let's go. Let's go. Die neer, die neer. En dan gaat hij. De persoon die we moesten vermoorden. 3, 2, 1, bam.
Let's go! Let's go, let's go, let's go, let's go, let's go, let's go, let's go. We moeten zo snel mogelijk wegwezen. Ik hoor ook een alarm afgaan trouwens. Ik hoor een alarm afgaan. Oké, dat is foute boel. Dat is foute boel. We moeten zo snel mogelijk wegwezen hier. En ik heb al een manier hoe we dat gaan doen. Go, 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 go. Oh shit, ik heb ook 5 sterren politie gekregen. Oké, we gaan hier op balanceren. Goed zo, goed zo, goed zo, goed zo, goed zo, goed zo, goed zo. Heb ik zin om het trappetje helemaal naar beneden te lopen? Nee, dat gaan we niet doen. Oftewel, we gaan gewoon wegvliegen. Want er is ook een politiehelikopter, die heeft mij door. Oké, dit gaat fout. Een politiehelikopter al. Maar we hebben ze wel alle drie al doodgemaakt. Dus we gaan de goede kant op. We zijn een goede moordenaar geworden. Een goede huurmoordenaar. Waar we voor worden betaald. Maar nu moeten we ook nog wezen te ontsnappen. Want als we worden opgepakt, dan hebben we natuurlijk helemaal geen cash wat we krijgen. Dus we moeten nu proberen te ontsnappen. Hoe in vredesnaam gaan we dat doen? Zonder motor trouwens, want die motor ligt nog op het vliegveld. Goeie vraag. Misschien moeten we nu creatief zijn en gewoon een auto stelen. Politieauto stelen? Nee, is niet zo heel handig, denk ik. Maar als het niet anders is, is het niet anders. Oké, go, 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 go. Oh shit. Knal hem neer. Oh, dit gaat zo fout. Ambulanceauto, is dat slim? Ik weet het niet. We hebben geen keus. Helikopter. Knal de helikopter neer. Goed zo. Stap in het ziekenhuisauto. Of ik bedoel de ambulanceauto. Go, go, go. Sirene staat aan. En wie weet zijn we nu sneller op de plek waar we kunnen ontsnappen. En daar gaan we. Dit is niet een hele handige auto om te ontsnappen. Maar het is even niet anders. Het begint ook al donker te worden. Want als we nu niet weten te ontsnappen, dan hebben we dit letterlijk voor saus gedaan. Serieus. Naar links. Goed zo. Hier ook naar links. Come on. Go. We moeten hier heel snel wegwezen. Wow. Come on. Dit ding kan ook best wel off-road. Maar ik heb last in die politiehelikopter. Kunnen we die helikopter niet uitschakelen? Nee, het gaat lastig, man. Oké, daar staat een blokkade. Hier naar rechts moeten we. Of nee, dat kan niet. Dit gaat niet zo heel soepel dan ik had verwacht eigenlijk. Eerlijk is eerlijk, we gingen wel gewoon heel lekker weg. En we hebben het wel gewoon allemaal gehaald. We hebben de politie nu achter ons aan, maar het is ons allemaal gelukt. Go. Hier naar rechts. En hier dan weer naar links. Inderdaad, goed zo. Raken we de politiehelikopter al kwijt? Nee, dat is jammer. Alhoewel, de politiehelikopter zijn we nu wel kwijt, denk ik. Ja, de politiehelikopter loopt achter. Maar dan moeten we nu ook de politieauto's kwijtraken. En dat is lastig, denk ik. Ik heb misschien wel een andere manier. Weet je wat? We stappen hieruit. Go. Knal ze neer. Goed zo. Snel. En vlucht in het metrostation. Want in het metrostation kunnen we misschien makkelijk vluchten. Go. Snel. We moeten wel heel snel zijn, hoor. Want er komt... Ja, kijk. Daar komen al die agenten aan. Go. Snel. Hoe kom ik ook weer in het metrostation? Hier ergens beneden, toch? Ja, hier. Via het poortje. Even herladen. Nu hebben we de tijd voor. En inderdaad, ze zoeken ons. Dat gaat goed. Het gaat de goede kant op. Maar nu... Moeten we nog een goede god maken? Gaan we die kant op of gaan we de andere kant op van het metrostation? Of wachten we op een metro? Dat kan ook nog. Is dat slim? Ik weet het niet. Politieagenten komen zometeen natuurlijk echt elk moment komen ze hier naar binnen. We kunnen wel gewoon hier wachten. En dan kunnen we zometeen wel, als ze dichtbij zijn, kunnen we wel een gok doen. We wachten hier. We blijven wachten. Oh nee, ik hoor een politieagent hier lopen. Oh, dit gaat fout. Nee, we moeten wegwezen. Go. We moeten wegwezen. We hebben geen tijd om te wachten op de metro. We moeten wegwezen. Ik hoorde ze letterlijk lopen. Oh, ik zie hem. Ik zag hem letterlijk. Ik zag die politieagent. Oh, hij komt zo meteen. Oh nee, we zijn bijna ontsnapt. Nee, helaas. Shit. Oh, damn it. Ik dacht dat we net op tijd waren. Knal ze neer. Goed zo. Ta. Jongens. Ga nou weg. Jullie hebben niks te zoeken met mij. Ga nou weg. Ik ben toch al betaald. Ik wacht echt op die metro die komt. Maar ik hoop wel dat die komt, eerlijk gezegd. Ik heb geen zin om het stuk te lopen. Vandaar dat ik nu nog wacht. Hey, ze zoeken ons weer. Oké, dat is goed. Ja, er is een metro. Nice. En ze zoeken ons. Dit is een perfecte moment. Oké. Stop, metro. Metro, stop. Hey, stop. Waarom stopt die niet? Hey, de metro stopt gewoon niet. Ah, dat meen je niet. Serieus? De metro gaat gewoon voorbij mij. Ik dacht, ik stap in de metro. Maar maakt niet uit, ze zoeken ons nog steeds. Dus we gaan hier gewoon wegrennen. En hopelijk zijn we dan ontsnapt en hebben we onze cash. En ja hoor, we zijn ontsnapt. Let's go! Hier zijn we dan. Hallo meneer. We hebben de 3 personen vermoord die u had gevraagd. Het is gelukt. Goed gedaan, Kevin. Ik ben trots op je. Hier is het geld. Dankjewel. Let's go! En als je het niet erg vindt, neem ik nog even zo'n motortje mee. Want mijn motor ligt nog op het vliegveld. Hey, later. Doei. Vergeet zeker niet even te liken en te abonneren. En volg me zeker even op Instagram. Kevin_Cuperus om eventueel een PlayStation te winnen. Nooit geschoten is altijd mis. Dus ik zou zeggen, volg me zeker even op Instagram. Linkje staat in de beschrijving en staat nu ook in beeld. Kevin_Cuperus. Het is een privéaccount, maar ik ga je accepteren. En klik snel op een van deze twee video's binnen 3, 2, 1.